Zo, hallo allemaal, welkom bij een nieuwe tactiek review video op mijn kanaal. Mijn naam is Mark en we gaan vandaag Borussia Dortmund bespreken. De beste manier hoe je met hun kan spelen in mijn optiek. We beginnen met de formatie, dan de opstelling, dan de instructies en de tactiek. Zo, let goed op en ik ga het je allemaal vertellen. We beginnen met de formatie. De formatie is een 4-2-2-2. En waarom, dat ga ik niet allemaal uitleggen. We beginnen met de opstelling. Bürki in de goal natuurlijk. Beste keeper. Weidenfeller is ten eerste 104 jaar oud inmiddels, geloof ik. En veel minder. Dan hebben we Piszczek, de Poolse rechtsback natuurlijk. Speelt er al lange tijd. Schoon prima rechtsback, niks mis mee. Dan een beest van een verdediger. Sokratis, die moet gewoon spelen. Is echt, in mijn optiek, één van de beste verdedigers in het spel. Dan Toprak ernaast. Je zou ook voor Barta kunnen kiezen, maar die is verdedigend wat minder in mijn optiek. Is voetballend dan wel weer wat beter, maar ja, ik hou gewoon van goede, sterke, fysieke verdedigers. En in dat geval is Toprak toch net iets beter. Dan Smeltzer op de linkerkant. En eens even kijken. Dan hebben we Weigel en Castro als middenvelders. Dan hebben we Jarmolenko als rechtsbuiten. Dan hebben we Kagawa als linksbuiten. Dan hebben we Royce en Aubameyang in de spits. Zo, dat is de opstelling. Gaan we naar de instructies toe. Vrij belangrijk altijd. Piszczek, always overlap. Dus gewoon lekker naar voren rennen. Want je speelt niet echt met een rechtsbuiten. Al is hij natuurlijk wel gewoon een rechtsbuiten. En je speelt niet echt met een linksbuiten. Dus daarom smelt ze ook always overlap. Zodat hun naar voren kunnen. En ja, de diepte in kunnen gaan. En de voorzetten kunnen geven. Dan hebben we Kagawa. Hero. Die heb ik op free roam staan. Waarom? Hij is natuurlijk een aanvallende middenvelder normaal. Hij staat hier wat meer naar links, maar hij heeft dus de keuze wat hij gaat doen. Zal van nature wat meer naar binnen trekken, zodat Smeltzer er overheen kan en daar wat, ja, wat kan gaan doen. Verder heb ik niet veel aangepast. Castro staat gewoon standaard. Weigel heb ik stay back while attacking. Ik vind het altijd fijn om een van de middenvelders deze instelling te geven. Zodat je bij een counter niet heel erg in de minderheid bent. Een middenvelder die verdedigend werk doet is gewoon altijd vrij handig. Dan hebben we Jarmolenko moet ik zeggen. Ook hem heb ik eigenlijk gewoon standaard staan. Speelt op zich prima op deze manier. Dan de twee spitsen heb ik Aubameyang, get in behind. Dat is eigenlijk het enige. Hij is snel. Hij moet naar voren rennen. En hopelijk dus 1-op-1 op de keeper komen. Dat is zijn kracht. En dan gaat hij scoren. Dan hebben we Royce. Dat was een beetje een dingetje, zeg maar. Maar hij kan ook als spits spelen. En hem heb ik ook ingesteld op get in behind. Maar ook drift wide. Zo, hij kan meestal naar links gaan. Soms gaat hij ook wel eens naar rechts. Maar meestal wijkt hij dan een beetje uit naar links. En op die manier creëert hij ruimte voor Aubameyang. En Aubameyang is gewoon de belangrijkste speler in deze formatie. Hij gaat de goals voor je maken. En op deze manier kan hij gewoon wat ruimte krijgen. Doordat Royce verdedigers met zich meeneemt. Als hij naar buiten gaat en diep gaat. Dus dat is heel fijn. Maakt daar gebruik van. Dan heb ik wel possession. Normaal gesproken zou ik voor longball kiezen. Maar ik vind in deze possession wat beter spelen. Waarom? Je hebt vier middenvelders. Waarvan vooral deze drie. Kagawa, Castro en Weigel. Hebben gewoon allemaal een goede paas. Dus speel de bal gewoon rustig rond. En wacht op het juiste moment om hem diep te spelen. Ga niet als een gek. Wat je met longball vaak wel doet. Naar voren lopen rennen. En diep spelen. Want ja, in mijn optiek, ik heb het wel geprobeerd, maar het werkte niet zo fijn. Heb wat meer geduld. Paas de bal rond. Eventueel naar je backs die opkomen. Eventueel af en toe een keertje terug. Het is wat saaier, maar het werkt wel met deze tactiek. Wacht op het juiste moment totdat Aubameyang goed vrij loopt. Geef een goede paas en je scoort. Nou, dat is de tactiek. Doe ermee wat je wilt. Hopelijk bevalt die. Hopelijk ga je hem proberen. Laat even een like voor mij achter. Daar word ik dan weer heel vrolijk van. Abonneer op het kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Ik maak meer van dit soort video's. Ik maak allemaal andere FIFA video's. Dus mocht je het willen zien. Zeker even een kijkje nemen. En mocht je wat te melden hebben. Zet het even in de comments. Dan ga ik erop reageren. Wil ik jullie bedanken voor het kijken. Heb een fijne dag verder. Later.